En welkom bij weer een nieuwe aflevering van Disney Parks Memories. We zijn nog steeds in het mooie Orlando en deze week gaan we terug naar oktober 2019 voor Mickey's Not So Scary Halloween Party. En ook de allerlaatste voorstelling van Illuminations Reflection on of Earth. Ik weet nooit wat het is. Dus die laatste show. We gaan er lekker voor zitten. Happy Halloween, everyone! Ik ben vandaag in Walt Disney World bij Mickey's Not So Scary Halloween Party. Dit is iets anders dan de Halloween Party die ik altijd in Parijs gewend ben. Ik heb mijn zakje al, jongens. Ik zou zeggen, laten we maar spooky aan de avond gaan beginnen. En we mogen al bij binnenkomst backstage naar binnen. Good evening! Hier kun je op de foto met een fotopasfotograaf die wat een leuk bord heeft. En zelfs backstage is het helemaal uitgedost voor Halloween. Kijk, daar heb je M&M's met een Halloween sign. Wat leuk. Dit is ook gewoon allemaal backstage, hè? Kijk hoe leuk. Allemaal foto-ops. Nou, hier bij die mevrouw krijgen we ons tasje. Good night. Thank you. Kijk, een Frozen 2 bag. En Maleficent. En dan kunnen we gaan trick or treaten. Hello there. Thank you very much. Happy Halloween. Thank you. Nou, dat is toch wel leuk. Staan ze hier gewoon bij binnenkomst al snoep uit te delen. Je moet wel snoep krijgen, want anders kom je niet binnen. Dit is de lijn om binnen te komen. Ja, en de grap is, het is nu net 5 uur geweest. Dus de normale mensen hebben nog een uurtje dat ze het park in mogen. En ik loop hier al met mijn tasje voor de Halloweenavond. Ik weet niet wat er allemaal precies te gebeuren is qua meet and greets. Dus ik laat me maar een beetje leiden door wat ik tegenkom. Waar ik hier vanavond vooral voor ben, is voor het entertainment. Het is nu bijna 7 uur. Ze zijn al een half uur bezig met meeten voor het event echt begint. En ik ben met nog 2 groepjes eindelijk aan de beurt van mijn 7th Wars meet and greet. Even kijken of alles goed zit. Want die foto maak je waarschijnlijk maar 1 keer in je leven. Ik dan tenminste. Excited! En zo te zien ben ik best wel op tijd gekomen, want deze mensen stonden allemaal achter me. Happy say hi! Zo, 5 over 7. De party is begonnen en ik heb mijn eerste meet and greet met maar liefst 7 dwergen in de pocket. Jongens, ik dacht altijd deze meet and greet zal wel ongelooflijk druk zijn. Maar ja, ze beginnen dus echt een uur van tevoren al met meet and greeten. Dus dat kon je makkelijk doen. Ik ben een gelukkige goofbal. Inmiddels is de Halloween party echt begonnen en staan alle villains ook al buiten. Kijk dan jongens, de Queen of Hearts. Naast de teacups. Ik heb zo'n zin in vanavond. Hier in Tomorrowland is de eerste danceparty losgebroken. De Monster Scream-O-Ween Ball. Hey jongens. Kijk dan, iedereen is hier van Monsters & Co. Hier is Sully. Jongens, we hebben zelfs Boo in de building. En hier komt Mike Wazowski. I want some candy! Kijk dan, boe jongens, hoe leuk! Hier in Adventureland is gewoon een meet met Tarzan, Turk en Jane. Jongens, hoe leuk is dat dan? Hallo daar. Ja, dit is de microfoon. It's so good to meet you guys. Oh, it's lovely to meet you as well. Really great to meet you for Halloween. Oh, yes. Oh, Turk, it's your little friend. It's very fuzzy, just like you. I know. Turk think it food. It's not food. It's not food. Better,
Really great to meet you guys. Shall we make a photo together? Oh, we would love to. Thank you. Thank you. Yeah. So de tweede super speciale meet and greet van de avond. Tarzan, Turk en Jane. En ik heb er 20 minuutjes op gewacht of zo. Dat betekent dus dat ik de meet and greets die ik echt graag wilde hebben, nu dan al gehad heb. Kijk dan hoe gaaf Main Street eruit ziet vanavond. Elke kleur verandert de hele tijd. Tijdens deze not so scary Halloween party hebben we ook verschillende attracties ride overlezen gekregen. Zo ook mijn favoriet Pirates of the Caribbean, dus die moet ik sowieso als eerste gaan bezoeken. Come on, mateys. Oh, that was torturous. Oh, it's bad enough I'm stuck here in a jail cell. Wait, what's this fuzzy thing? It's a microphone. What is that? It's something, a treasure. A treasure? Ooh. Hey, listen, maybe you can trade that treasure to the jailman. He'll get me out of here. And then I'll show you the way to the big treasure. Alright. Little tradesy. I'll think about it. You think about it. Okay, well, if you come back, I'll be here forever. I will. Alright. I don't think I'm getting out of here anytime soon. What? Someone's throwing treasure at me. Oh, my goodness. You must be a real pirate. You're shooting me with your cannon. Sorry. His cannon. Alright. It's a good idea. I'll count it with you. Yeah. Ahoy! Ahoy! You count it with me? Drink up, man. There's treasure enough for all. Gaaf show, hè? Heel gaaf. Echt gaaf gedaan. Oh mijn god. Ik vond die Jack Skellington zo super gaaf. Dat was echt heel cool. Wat heb jij trouwens een super cool petje op. Kijk toch eens. Echt, ik ben echt een Mickey Pumpkin. Echt, hè? Nee, echt een goede show. Ik was echt blij. Geweldig. Ik vond hem echt heel gaaf. Had niet verwacht. Nee. Ja, ik had het wel een beetje verwacht, want ik wist dat die Jack Skellington erin zat. Ja. En dat zag er al heel gaaf uit. Stiekem mis ik wel Hallowishes. Ja, die heb ik nooit gezien, maar ik weet dat dan 360 graden vuurwerk was. Dat is jammer dat ze dat niet meer hebben. Ja, dat wist ik wel, ja. Top vuurwerk, echt niet normaal. Weet je, als Parijs doorgaat met die avonden, moeten ze dit ergens een keer gaan toevoegen, want dit mist nog daar. Ja, vuurwerk. Ja.
Super gaaf. En op het midden van de avond, niet op het einde, dus dat is extra goed. Niet per se heel erg Halloween-y, maar Wesley van de Westvlog die had wel een Halloween drankje gevonden in Tomorrowland. Zal ik jullie zo laten zien. Maar ik heb hier een heerlijke strawberry smoothie. En Jordi, ik weet dat je kijkt. Weet je nog, dit was zo lekker. Nog steeds niet op te zuigen. Alles voor de gram, hè. Ik moet even influeren. Alles voor de gram. Even alles voor de Instagram. Dat ding lekt als een gek, maar welke heb jij eigenlijk gepakt, Wesley? Pumpkin spice milkshake. Oh, ziet er goed. En dit is een grote Mickey Mouse marshmallow. En er zitten ook, ja, die zijn gezonken. Maar er zaten van die chocoladepompoeding. Die zijn gezonken. Die kom ik op het einde hopelijk wel weer tegen. Maar is die lekker? Hij is heerlijk. Oké. Ja. Tipje dus, als je van pumpkin spice houdt. Zo, met een leuk muziekje van Nick en Judy's Pre-Parade staan wij hier klaar voor de Boot to You parade. Ik heb net de Headless Horseman gezien, jongens. Ja, maar nu is het eindelijk tijd voor mij om de Boot to You parade eindelijk eens goed te bekijken. Ik heb er heel veel zin in. We hebben een leuk spotje hier tegenover het station. Zij zitten er ook bij. Komen ze, ik heb er zin in. Welcome to our not so scary Halloween party. Happy parade en hoe blij ben ik dat ik die gezien heb. Wat een superleuke spot, helemaal aan het einde van de parade, maar dat maakt wel dat we nu redelijk moeten opschieten, want over maar liefst 2 minuten begint de laatste Hocus Pocus Villain Spectacular en die willen we natuurlijk ook wel even zien. Dus hopelijk vinden we nog een plaatje daar. Your permission, I'm going to do my stuff. Ew, what are you gonna do? I'm gonna do the best I can. Now, Mr. Boogie Boogie, and you ain't going nowhere. Boo! Thank you, Mr. Boogie. Can we keep him doing it? Yes, bye. Another party to which I wasn't invited. Your Excellency, if you could help us with the last ingredient. And that would be... Frightful friends! Listen well, all of you. If it is frightful friends that you request, each incantation calls forth a guest. Come now, O Queen, by power and right. Bring poison apples and give us a fright. We call forth its ruler of death and disdain. Impress us, O pirate, from a faraway land. Strike fear in our hearts with a hook for a hand.
morning, everyone. Ik ben op dit moment in Epcot, want vanavond is hier de laatste voorstelling na meer dan 20 jaar van Illuminations Reflections of Earth. Ik moet daarbij zijn, want ik ben er toch toevallig. Maar laten we eerst even lekker een ontbijtje gaan nemen. Zo, dan zijn we dus in Cape May met breakfast hier in de Beach Club. Het ziet er al heerlijk uit, het ruikt al lekker. Ik heb wel zin in een character breakfastje. Nou, leuke plek is hier in Cape May breakfast. En ik zit naast de eerste character. Poppetjes, poppetjes. Wat zie jij er goed uit? Dress for the occasion, beach towel. En als je even omdraait, dan is het net weg, maar... Hi! Happy next. En we hebben honger. Ja. Ja, en er zijn poppetjes, charactertjes. Ik heb er heel veel zin in. Het is echt een heel erg goed breakfast hier. En je hebt hier natuurlijk de gebruikelijke dingetjes. Hier heb je allemaal lekkere broodjes. Lekkere zoete broodjes. Cinnamon rolls. En bananenbrood. Natuurlijk heb je lekkere cereals. En je hebt de lekkere Fruit Loopies. Super lekker. En dit zijn een beetje de bekende dingetjes. Maar dat is wel altijd goed bij een character breakfast. Hier komen we bij het echte goede. Zo te zien mogen de Mickey wafels inmiddels wel lekker bijgevuld worden. We hebben lekkere pannenkoekjes, French toast. En aan de andere kant heb je toch wel wat anders. Heb je lekkere groentes, heb je een quiche, lekkere aardappeltjes, verse boontjes. Maar ook allemaal lekkere verse fruitsoorten, lekkere aardbeidjes. En ze blijven bijvullen, hè? Zo, eerst een bordje, lekker met een Mickey wafeltje en een breakfast pizza. Eindelijk lekker een Mickey wafeltje eten hier. Lekker bacon. Smakelijk, lekker bacon. Good morning. It's my friend today. Yeah. Shall we make a nice moment together? Yes? Thank you so much, man. Have a great day at the beach today. Cheers, man. Yeah. Ik vind het gezellig. Het is geen bier. Dit is bier. Hij drinkt een bloedende Marie. Een bloedende Marie? Want dat vroeg die vrouw dus. Willen jullie een Bloody Mary? Ik zeg, jongen, heb jij gezien hoe laat het is? Ja, op 10 morgens. Hallo, ik ben net wakker. Hi there, Donald. Good morning. How are you? Very good. You're ready for the day at the beach, I see. Yeah, that's a good one. For sure. Yeah, but your hat is good. Yes, thank you, Donald. Hi, Donald. Lijkt op Lilo. Hij is Lilo. Ik dacht deel van de Rescue Range. Maar daar lijkt je ook op. Hey, Goofy! Goofy! Hello there! Good morning! Ga jij eerst een fotootje maken? Here's Daisy. You're looking fabulous. The influencer. Yes. Influencer. Yes. Yes. Instagram. Yes. Woohoo. Influencer. We hebben echt heerlijk ontbeten in de Beach Club. We zitten wel echt helemaal vol. Maar het was echt een heel erg leuk breakfast. Met allemaal leuke characters. Vaak heb je dat als je een character breakfast boekt. Dat er ook characters zijn. Maar lekkere ochtend gehad. Het is nu al bijna middag. We hebben er lang over gedaan. En dan gaan we rustig richting Epcot. Want ook deze reis moet ik Epcot bezoeken. Dat heb ik pas één keer gedaan. En vanavond is de allerlaatste Illuminations Reflection of Earth. En daar heb ik zin in. Want morgen komt er iets nieuws. Ik heb zin in dat hij afgelopen is. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb er zin in. Ik heb die show pas één keer eerder gezien met Jordi ooit. Dus laten we vandaag nog maar even een dakje Epcot maken. Two hours later. Nou, daar is hij eindelijk hoor. Ik vind het heerlijk dat ik eventjes 20 minuten in een koude bol mag gaan zitten. Oh, dit park is niet gemaakt voor... grote stukken in de volle zon lopen. Dus nou gaan we lekker in Spaceship Earth. Daar heb ik heel veel zin in. Lekker het rondje naar boven, die mooie sterretjes kijken en weer terug. Heb jij er ook zin in? Nee, verschrikkelijk.
Heb jij er zin in? Weer weg. Hartstikke leuk! Daar zitten we dan. Hey, je hoort het, we zitten dan. Daar zitten we dan in Spaceship. Wie gaan we bedanken? De Venetians. Als je dit nou wil zien, dan moet je even de Westvlog kijken. Like en subscribe mensen, Westvlog. Ik influeer alles, toestanden en zo. Like en subscribe. Erko! Blijft hier. Er zitten gewoon mensen klaar voor de laatste Illuminations vanavond, jongens. Kijk, ik wil vanavond natuurlijk die laatste Illuminations bijwonen, nu ik toch hier ben. Maar ik ga daar niet nu al voor klaarzitten, jongens. Het is 2:30 in de middag. Die mensen krijgen en een zonnesteek. En die worden uitgedroogd. En oh my god, wat ze zin in hebben. Zo, nou, we gaan Epcot weer verlaten. Ik heb weer genoeg gezien. Maar eigenlijk gaan we nu de allerleukste attractie van Epcot beleven. Want we gaan weer in de Skyliner. En daar ben ik echt gigantisch fan van. Dit is gewoon echt op dit moment de allerleukste nieuwe attractie van Walt Disney World. Ja, dit is gewoon eigenlijk de allerleukste attractie die ik tot nu toe vandaag gedaan heb. En dan ben je gewoon in Disney geweest. In Epcot. In Figment zelfs is die geweest. Maar ik moet zo lachen. Hoe Frozen. Ik moet zo ontzettend lachen hoe Wesley reageert op elk... Ja, maar kijk, al de armoedig kabeltje hangen wel. Als het niet neerstort hier zo. Ja, dat is dus, de grap. Want je hangt aan een kabel. Daar hang je je leven nu aan. Het is echt maar zo, ja, je hangt alleen vast bovenaan. Ja. Maar ik zeg dat het is Disney, dus ze zullen dat vast wel helemaal dichtgespijkerd hebben. Het zal vast goed zijn. The Skyliner still shut down. The news station Sydney camera joining us live from Orange County. Take a look, a group of gondolas on Disney's new Skyliner piling up. Toch? Ik hou ervan. Ik vind het zo'n fijne manier van reizen. Ik kom nog eens ergens. Ja, en je ziet nog eens wat leuks. Achterkant van. En dan gaan we weer naar Caribbean Beach, waar we dadelijk moeten overstappen richting Hollywood Studios. Heerlijk dit. En dan ben ik dus inmiddels gelinkt aan de My Disney Experience van Wesley. We gaan even kijken of we nog een fastpassje kunnen fixen, want we willen nog van alles. We hebben vandaag in Epcot eigenlijk te weinig gedaan, hè? Alles wat ik te doen. Bubblegum Ball. Ja. En het is vandaag de 30ste. 5:30 is het nu. Slinky Dog! Nee. Slinky Dog. Yes, let's go! Serieus? Dit is serieus wel grappig. Dit is echt zo last minute. Van mij nog een kind. Zo last minute is dat wel even heel erg leuk. Ja. Hebben jullie hem al gedaan afgelopen week? Ja, we hebben hem wel al gedaan, maar het blijft leuk. Ik vond hem echt verbazend leuk. Ja, ik ben echt benieuwd. Let's go! Oké, jongens, dit was echt een leuke attractie. Hij gaat echt nog veel harder dan je denkt. Je denkt dat het een kinderachtbaan is, maar toch ineens met die, ja, je wordt gewoon gelanceerd en twee keer word je gelanceerd. Hij is echt gaaf, hè? Ja, het was echt de wildest ride of Andy's backyard. Ja, dat is zo leuk. Je zit dus in die loading area en hoor je echt zo: "This is the wildest ride in Andy's backyard." Iedereen lacht er ook om natuurlijk. Heerlijk. Wanneer David de Disney Skyliner nodig heeft om naar de laatste Illuminations Reflections verder te gaan, doet de Skyliner niet doorheen. Dus nu zit ik in een bus
op weg naar Epcot komt ook nog iets van een viewing area krijgen. Ik ben benieuwd. Dag Hollywood Studios. Let's go to Epcot. Nou, dat was de laatste voorstelling van Illuminations Reflection on Earth. Het is afgelopen daar. Dat was een bijzondere avond. Ik zag mensen huilen. Ik zag mensen echt elkaar in de armen vliegen. Ja, die show heeft al lang gedraaid, dus het was emotioneel. Dit was Disney Parks Memories weer voor deze week. Volgende week zijn we er weer vanuit Los Angeles, Disneyland Paris. Jongens, tot de volgende. Disney Goofballs?